Ja, kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan. Welkom terug bij een nieuwe video in Mindtopia. Oké, in ieder geval welkom mensen weer terug in Mindtopia. Goed, zoals jullie kunnen zien, ik sta nu even in mijn club. En ik ga even buiten roleplay om voordat ik even ga beginnen in de eigen Mindtopia. Wil ik als eerste even zeggen, jongens, de laatste tijd heb ik weinig video's gedaan. Ik heb 3 dagen niet geüpload, 2 dagen niet geüpload. 3 dagen was mijn laatste video. Omdat, heel simpel eigenlijk, ik speel heel veel League of Legends op het moment. Want het seizoen van League of Legends, een ander spelletje dan Minecraft. Ja, dat bestaat. Er bestaan meer spellen dan Minecraft. Dat jullie het even weten. League of Legends, het seizoen is bijna aan het einde. En daar wil ik platinum halen. Dus ik ben daar veel mee bezig. En daar ben ik gewoon veel tijd aan kwijt. Maar goed, vanaf nu gaan we weer gewoon elke dag video's uploaden. Dus dat, ik wil het even kwijt. Ik ga niet liegen over, ik heb geen tijd. Nee, ik speel gewoon League of Legends. Ik heb een andere keuze gemaakt. Alright, goed. Welkom terug in Mindtopia. Jongens, ik heb een paar dingen met jullie te bespreken. Want het is tijd voor verandering in Mindtopia. Want het gaat niet zo lekker bij. Ik bedoel, ik heb wel geld. Ik heb 100.000 in mijn zak. 472.000 in mijn hand. En ja, dus dat. Dat heb ik allemaal. Maar goed, er gaan ook een paar veranderingen komen in Mindtopia. Waardoor ik eigenlijk, zeg maar, ben gaan nadenken. Want, heel simpel, ik verdien geen vast inkomen nog. Ik heb niet echt een inkomen van een bedrijf waar ik echt dik geld mee verdien. Bijvoorbeeld Samal, die verdient kapot veel geld daarmee met zijn... met zijn mooie supermarkt. En ja, dat gaat hartstikke lekker. Je hebt David, die verdient heel veel geld daarmee. Gewoon in steady inkomen. Je hebt Cosmo natuurlijk, die met de bank nu heel veel verdient. En natuurlijk geld verdient met de plantenkast eerst. Joris met de scrapyard. Het zijn mensen die gewoon lekker inkomen hebben door iets, een vet bedrijf. En ik heb wel mijn club. Dat mensen zeggen, ja, je hebt je club toch? Ja, maar ik geef 1 keer in de 2 weken of 1 keer per week een feest. En daar ga ik natuurlijk geen steady inkomen van hebben. Ik krijg wel veel, ik heb wel 25.000 per keer. Maar ik wil gewoon een steady, dus een soort van iets van een bedrijf waar ik gewoon geld ga verdienen op een leuke manier. Voor leuke video's ook. En daar ga ik nu aan denken. Als allereerst, deze drukbunker. Jullie hebben hem allemaal gezien een paar keer. Ik ben hier flink mee opgelicht, ik ben flink kwaad. Ik heb het bouwbedrijf graag misschien aanklagen als er geen verandering in komt. Want hier heb ik 150.000 voor betaald, toen 200.000 volgens mij zelfs. En David's mooie Fantastic Fire verbouw. Die kostte de onderste verdieping vol van kwarts, dus het allerduurste steen, kostte 150.000. En het is nog groter ook. Ik ben volledig opgelicht. Ik was heel erg kwaad over sowieso over de prijs. Maar dat is gewoon, dat gaat gewoon te ver. En ik heb dus iets met het bouwbedrijf geregeld dat ik misschien dit gratis kan slopen. Ga ik geld terugkrijgen van de scrapyard en dat ik misschien zelfs geld terugkrijg om voor mijn volgende plot in mijn huis alvast te investeren. Omdat het de fout is van het bouwbedrijf. Dus... die ga je volgende keer misschien meemaken, want ik ga binnenkort even langs het architectenbureau. Want, ik, zoals ik zeg, dus ik mag dus investeren in mijn nieuwe woning. Ik heb weer 4 plots. Ik heb nu nog alleen nog maar de, mijn club. Deze 2, 3. Dat zijn dus 4 plots samen. En mijn 5e plot, dat was dus die van, hoe heet het nou? Dat is natuurlijk het plot van... die ik verkocht heb aan Maaike. Maar die heb ik niet meer. Ik woon natuurlijk met David in zijn Fantastic 5 gebouw. Maar het is niet mijn plot. Dus ik mag een 5e plot hebben. Want het is niet van mij. Ik heb het gekocht. Maar het is niet mijn plot. Dus vandaar. Dit plot. Dit is het plot wat ik wil hebben. Waarom? Je hebt misschien al zien in een DDC video van David. Hieronder zit iets wat ik wil hebben. Hieronder zit namelijk een gigantische cavern. Een grot eigenlijk. Waar niemand bij kan komen. Volgens mij heeft niemand deze nog gekocht. Misschien hebben ze het stiekem gekocht. Ja, godverdomme Marnik. Marnik heeft het plot gekocht. Vuile smeerpijp, ouwe. Nou, ik wou het plot graag hebben. Maar blijkbaar heeft Marnik hem gekocht. Terwijl hij de video gezien heeft van David. Dus daar ben ik best wel over aan het balen. Dat vind ik niet erg. Is niet erg. Dan ga ik gewoon hier. Dan ga ik wat doen. Dat geeft niet. We zien later wat Marnik daarmee gedaan heeft. Maar ja, goed. Dan ga ik dit plot kopen. En waarom? Ik wil namelijk een wetkantoor beginnen. Nou, ik ben echt best wel geïrriteerd dat Marnik die gekocht heeft. Het was een super random spot. Hij wist natuurlijk van dat ene gat daar. Dus daar ben ik best wel over aan het balen dat hij die snel gekocht heeft. Dan gaan we op een andere plek. Misschien ga ik hem dan wel gewoon daar neerzetten. Boeien. Dan heb je nog een extra plot over. Wat ik namelijk wil maken is een wetkantoor. Oftewel een booking agency. En dat houdt dat in. Ik ga hier een huis neerzetten. Waar je gewoon kan wedden op verschillende soorten dingen. Op wedstrijden die georganiseerd in de server. Ik ga het even uitleggen, ja. Er komt hier een huis. En het huis zit gewoon ik. Ga ik achter de balie staan of iemand anders. En per week zijn er een paar weddenschappen. Ik wil er ongeveer 3 laten lopen. Houdt in bijvoorbeeld, oké, zaterdag is er een zwemwedstrijd. Ja, dan gaan we doen bijvoorbeeld, Celine gaat zwemmen en wedstrijd in het meer tegen Bumsel. En dan moet jij gaan stemmen wie van de 2 het eerste wordt. Wie gaat er winnen? Wie van de 2? Nou, heb je dus 50% kans. Dan kies je bijvoorbeeld of je kiest voor Bumsel of je kiest dus voor Celine. En dan zet je 1000 euro op in. Als jij wint, krijg je 1500 euro. Dus je krijgt best wel gewoon de helft van de... Ik krijg gewoon de...
Ja, en de helft van je geld krijg je extra. Dus je verdient gewoon 500 euro in eigenlijk 10 minuten. Als je hem goed gegokt hebt of je bent je geld kwijt, dat houdt in met gokken. Dus op die manier ga ik het doen. In verschillende weddenschappen, bijvoorbeeld de kleur van een huis wordt gekomen. Welke kleur wordt, waar wordt er van gebouwd? Dat soort kleine weddenschappen gaat er allemaal komen in mijn wedkantoor. Dus heb jij een leuke weddenschap die ik daar wil in moet hebben? Laat die het even achter. Dan ga ik die meteen gebruiken natuurlijk. Want hey, er zijn niet genoeg weddenschappen die ik kan doen. Maar op die manier ga ik dus hier een wedkantoor openen. En daar ga ik heel veel geld mee kunnen verdienen als het goed is. Maar voordat ik het allemaal ga doen, moet ik dus eerst langs. Nou, het toevallig komt dit online etaldier. Oftewel degene van het architectenbureau. En ik moet langs Joris om het plot te kopen. En oh, wat heb ik nog veel te doen. Dus ik moet langs Joris eerst om dit plot te halen. Daarna moet ik langs het architectenbureau van Itholdir. En dan ben ik dus helemaal tevreden over alles. En hoe het allemaal gaat. Over mijn wedkantoor. En hoe het allemaal gaat lopen. Ik hoef in ieder geval bij de dingen te komen. Want het is gewoon een huisje. En ik hoef niet meer voor een baan. Hoef je niet langs het gemeentehuis. Wat eerst dat wel moest. Dat hoeft allemaal niet meer. Dus dat ga ik gewoon eventjes regelen. Volgende keer met Joris. En daarna moet ik dus langs. En je tolderen om het te laten bouwen überhaupt. Dus dat is allemaal wel even chill. Allemaal wel goed. Ondertussen ook echt fucking veel mensen op de server toegelaten. Dat is hartstikke fijn. Want mijn invite komt er ook nog aan op mijn kanaal. Alleen wachten we op de nieuwe update. Als het goed is zouden hier vandaag komen. Dus misschien komt die nog. En daarmee gaat alles over fitness draaien. En eten en voedsel en gezond leven. Dus dat is hartstikke chill. Hartstikke tof allemaal. En ook daarmee, mensen wilden graag een sportschool openen. Ik ook, ik wou eerst heel graag een sportschool openen. En toen is het een beetje de grond in geboord, omdat ik hoorde van, nou, ze kunnen ook buiten trainen. Dus gewoon buiten op straat rennen. Ja, weet ik hoe het gaat? Niemand gaat dan naar de sportschool. Het is gewoon een risico dat je neemt als bedrijf. Dus daarom dacht ik, ik ga gewoon een wedkantoor openen. Nou, zoals je kunt zien loop ik nu in de Blue Street van Samal. Die heeft het echt lekker bezig. Dit heeft hij gekocht, dat is blauw, dat wordt blauw. Dit is van Samal, dit is van Samal, dat is van Samal, dat is van Samal. Die heeft echt fucking veel opgekocht. Dus dat doet hij hartstikke netjes. Eerlijk is eerlijk, dat doet het hartstikke goed. Volgens mij heeft hij dat ook alweer gekocht. Ik zal eens even kijken. Van mijn Aerocool is een Mattie. Ja, Samal heeft het ook gekocht. Dus Samal doet ook lekker, hartstikke goed. Dus Samal doet het lekker. Maar ik ga dus even richting mijn woning bij de Fantastic 5 gebouw. Ongelooflijk, dit is dus het mooie architectenbureau van Itholdir. Je kan namelijk goedkopere woningen van me vinden. En daar heb je hem toevallig. Dus dat is wel mooi. We gaan naar de elektronica winkel. Ik zeg even goedemorgen. Morgen. Meneer de Left Shark. Morgen. Yo, goedemorgen. Ik ga even zeggen. Ik heb je binnenkort even nodig voor een nieuw gebouw. Maar dan spreek ik je nog wel aan. Ah, tof. Ja, ze zitten als een architect van het architectenbureau. En hij kan hartstikke goed bouwen. Dus wordt hartstikke sick. Hopelijk gaat hij me helpen. Ik hoor het wel. Top. Mooi. Nou, dus in ieder geval. En dat is ook voor Samal. Mine to go. Dat is echt. Hij heeft echt fucking veel, jongens. Mine Co. Wat zijn bedrijf dus. Is echt fucking sick bezig. Zoals je kunt zien, ik heb nog steeds niks in mijn woningje. Helaas, pindakaas. Ik heb er helemaal niks nog. De Halloween decorations zijn ook weggehaald. Halloween is natuurlijk voorbij. Helaas, pindakaas. Maar ik moet nog steeds dit allemaal inrichten. Dus ik moet ook nog bij de IKEA langs. Ik heb nog echt vet veel te doen in de aankomende episodes. Dus ik heb het even opgenomen wat ik ga doen. Wat ik moet doen. Wat ik ga doen. En dan ga ik voor jullie regelen in de eerste komende episodes. In ieder geval, dan weten jullie dat. Laat inderdaad even nog even een paar dingen achter. Zoals inderdaad wat voor weddenschapjes ik zou kunnen doen in mijn weddenschapskantoor. In mijn booking agency eigenlijk. Mijn booking shit. Hartstikke tof. Laat het even weten. En dan kunnen we ook hele leuke dingen wedden. Het mag wel alles zijn. Dus denk even goed na wat heel tof zal zijn. In ieder geval mensen. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Dat was even een korte Mindtopia. 9 minuutjes. In ieder geval mensen. Ik wil bedanken voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter omhoog. Als je het awesome vond. Want ik krijg laatst heel veel steun voor jullie. Hartstikke tof op Mindtopia. Ik zie jullie graag in de volgende video. En laat ons inderdaad even achter. Wat voor soort weddenschap ik daar kan doen. Peace.